Lekker zwemmen in de Dordtse havens. Woensdagavond vond de eerste haventraining van dit jaar plaats om topfit aan de start van de Cityswim te staan. Hard trainen is wel nodig om een half, een hele, anderhalf of 2,5 kilometer in open water te kunnen zwemmen. Je kan dat niet zomaar zwemmen. Ik ga ook voor de 2,5 kilometer en ik heb ook voorgezwommen, want ik ben geen KNZB-lid. Dus, dan moet je bewijzen dat je het kan. Ja, moet je bewijzen dat je een beetje... En dat ging goed? Dat ging goed, ja. Dus ik mag 2,5 kilometer zwemmen. Ja, daar ben ik heel blij mee. En nu eventjes proefzwemmen hier in de haven. Even het parcours verkennen, ja. En dus plonsde woensdagavond zo'n 30 man het water in. Ik vind het koud, nu. Ze hebben de verwarming niet aangezet. Nog niet, maar dat komt. Is het niet koud? Nee, het valt er wel mee. En tot hoever heb je gezwommen? Tot de brug daar. Bij de tunnel. Nou, daar bent u dan, hè? Hoe is het gegaan? Ben ik weer. Ja, prima hoor. We hadden even oponthoud met een grote cruiseschip. Moest even op wachten, want dat die hebben voorrang, hè? Die hebben voorrang, ja, klopt. Nee, het is heerlijk fris water en lekker gezwommen tot de Damiatenbrug en weer terug. Gelukkig was er naast het zonnetje ook live muziek om de zwemmers te verwarmen. Nou, het stimuleert wel. Ja, absoluut. Ja, als er op de City Swim zelf ook wat muziek langs de kant is, heb je hoor. Ja, lekker. Ja, zeker. Hoe ging het? Ja, heerlijk. Zo'n stukje zwemmen is leuk om te doen en heerlijk sportief. Maar dat is niet de belangrijkste reden om mee te doen aan de City Swim. Je hoort het gewoon te veel om je heen. Mijn schoonmoeder heeft wel borstkanker gehad. Is daar gelukkig goed uitgekomen. En ik geef zelf les, dus hoor het heel veel van ouders. Leerlingen die ermee te maken hebben, noem maar op. Dus je hoort het helaas veel te veel om je heen. En dat is wel een van de redenen dat ik hier mijn steentje voor bijdrage en geld op wil halen voor het goede doel. Ik zwem voor mijn zwager, die is vorige maand overleden. Die woont hier op de Kuipershaven. En die heeft 5 jaar lang kanker gehad. En door onderzoek heeft hij toch een aantal jaren langer geleefd als dat we allemaal gedacht hadden. Dus daar was hij en wij natuurlijk ook heel blij mee. Maar dat is wel een extra motivatie om te zorgen dat er nog meer onderzoek komt. Zodat kanker uiteindelijk een chronische ziekte wordt. Hè? Want ja, dat is het doel van Swim to Fight Cancer. Dus ja, het is wel een hele persoonlijke motivatie. En zeker ook omdat zijn gezin hier aan de haven woont. Dit jaar doen er 400 zwemmers mee met de City Swim. Dat is zo'n 25% meer dan in 2015. Dit jaar doen er 25% meer zwemmers mee dan in 2015. Maar of deze toename ook in de opbrengst terug te zien is, dat blijft nog even de vraag. Daar ziet het op dit moment nog niet helemaal naar uit. We hebben nog wel nu een berichtendeur uitgedaan aan alle deelnemers. Er zijn er natuurlijk ook nog heel veel op vakantie die nog niet echt bezig geweest zijn met het sponsoren en dergelijke. Dus nou, ik heb er wel goede hoop op dat we wel voorbij het streefgetal van vorig jaar gaan. Maar dat was nog wel gebeuren. In 2015 haalde de City Swim 188.000 euro op voor Fight Cancer. Met dit geld wordt onderzoek naar kanker gefinancierd.